Het is 5:30 in de ochtend, super vroeg. Het wordt al licht buiten en ik mocht dus de computer lenen van Daphna, super chill. Ik heb echt heel de nacht zitten editen, ik ben al steeds bezig en ineens zie ik iets in mijn ooghoek. Niet normaal, ik ga het filmen, ik ga het proberen te filmen voor jullie. Hou je vast. Dit is echt de grootste spin die ik ooit in heel mijn leven heb gezien. Hij is zo groot. Hij is zo fucking groot. Hij is zo groot en zo snel. Oh my god. Oh my god. Er zijn dus spinnen in Australië en ook in Sydney die giftig zijn. Als die je steken, moet je binnen een half uur geholpen worden, anders ga je dood. Dus ik durf deze niet te vangen of dood te maken. Super eng. Goedemorgen en super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Vandaag is de laatste dag voor mij hier in Australië en de laatste dag van mijn reis die 2 maanden heeft geduurd. Aan de ene kant kan ik wel janken en wil ik echt niet naar huis. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer chill om lekker in mijn eigen bed te gaan slapen. Aan alles komt natuurlijk een einde, zo ook aan deze reis. Maar extra reden om vandaag dus nog eventjes lekker te genieten van deze laatste dag. Job is thuisgekomen van zijn werk en we gaan allemaal leuke plekjes nog bekijken die ik nog niet heb gezien in Sydney. Dus ja, voor deze laatste dag heb ik mijn kleurige, fleurige, tropische blouse aangetrokken. En oh jongens, dit uitzicht. Nog eventjes genieten van dit prachtige uitzicht over Sydney. Ziet er lekker uit, Job. Wie, ik of het eten? Wat is het eerste wat je daar gaat doen in Nederland? Als je aankomt? Ik denk met laag koffie drinken bij de Starbucks, want dan zit ze echt al, sinds ik wegga, zegt ze, ja, dan ga ik lekker bij de Starbucks koffie halen. Ik schrik wel. En ik denk vooral slapen. Bij die vlucht van 24 uur. We zitten in de auto. Jo. Waar gaan we heen? We gaan naar Watson's Bay. En dan gaan we nog heel even naar de oceaan kijken en waar de rivier Sydney in gaat. Mm-hmm. En heel misschien, dan hoop ik, kunnen we nog een paar walvissen zien. Wauw, dat zou heel cool zijn. Die zijn nu zeg maar naar het zuiden aan het trekken en ik denk dat ze nu er misschien nog wel of net niet zijn. Dus dan gaan we zo even walvis spotten. Ja, maar het is wel een beetje aan het einde van het walvissenseizoen, toch? Ja. Ja, de kans is klein. Maar als je zeg maar nou midden in het walvissenseizoen zit, zie je dan gewoon als je erheen gaat dagelijks walvissen springen? Ja, wow. Zie je ze echt in groep allemaal voorbij springen. Ik heb mijn tas ingepakt, dus ik ben eigenlijk helemaal ready to go om te gaan.
nog eventjes de paar laatste minuutjes hier in Sydney extra genieten. Oh. Bedankt dat ik hier mocht blijven. Graag gedaan. En, ik zie je hele snel. Goede reis. Nou, helemaal weer vol bepakt met mijn grote backpack. En mijn kleine, nou tenminste kleine, mijn handbagagetas sta ik in de lift. Naar beneden, naar Job, die zit in de auto te wachten. Die gaat naar de airport brengen. Ik heb zeg maar het gevoel dat ik heel veel dingen aan het vergeten ben. Maar volgens mij heb ik alles wel ingepakt. Ik kan de reis echt beginnen. Ongeveer 24 uur gaat deze reis duren. Maar god. Dat is echt de langste reis die ik ooit ga maken. Maar ja, hoort erbij. En dat wist ik natuurlijk van tevoren ook. Ik hoop gewoon dat ik lekker zit in die eerste vlucht van 15 uur. Ik hoop ook aan het gangpad. Want dat vind ik gewoon echt het chillste. Oh, daar is je op. Hey man! Daar ga ik! Moet ik even kijken? Er staan er links van die bordjes met waar welke vlucht naartoe gaat. Nou Job! Tot snel! Tot snel! Met dank! Dikke dank! Hè? Ja, ga ik doen. En ik zie je snel weer. Dat is heel gezellig. Ik ben ingecheckt. Ik heb nog 5 minuutjes om te boarden. Dus ik ga eventjes een smoothie halen. En ik haal een Sex Me Up. En daar zit passion fruit in. Appel en ginger. Lijkt me super lekker. Ik zit en ik heb zelfs een soort van lege plek naast me, een stoel die ze weg hebben gehaald. Ik denk voor die vrouw die hierachter zit, dat zij meer beenruimte wil. Super chill, heb ik gewoon meer ruimte aan de linkerkant. En ik heb een bekertje gekregen en een zakje waar geen idee wat hierin zit. Een tandenborstel met de tandpasta zit erin. Kijk hoor, een soort van doekje. Oh nee, het zijn 2 sokken. Super chill. En oordopjes. En even kijken. Oh, en een lipbalsem. Super chill. En wat leuk. Super leuk zakje. Zit er nog wat in? Oh, een oogmaskertje. Chill. Nou, ik ga zo denk ik een paar films kijken. En hopelijk lukt het me dit keer om te slapen in het vliegtuig. Dan hier met een spandoek en ballonnen staan te schreeuwen omdat ze zo blij zijn dat je weer naar huis bent. Nee, zitten ze gewoon koffie te drinken ergens in een hoekie. Oh, sorry. Hey meiden! Kijk nou. Ja, is een beetje bij ja. Bolly. Bollybol. Lekker, Jezus, ga je wassen. Moet je wakken? Ja, lek. Een grote? Nee, gewoon middel. Wil jij nog gewoon mee? Nee, ik ook niet. Wil je iets erbij leren? Nee. Ja. Ja, het ging op zich wel lekker.
Ja, ik heb niet dat ik gedacht dat van ook ga dood, maar dat je stelt je te dicht in op 24 uur reizen. Wat doe je nou? Echt lekker warm. Ja. Leuk. Lekker, ja. Siberië, zeg maar, ineens. Ik heb het weer goed voor elkaar, want onze Paul die duwt mijn spullen. Terug op het platte Nederlandse landje. Yes, thuis. Oh, mijn pizza nog boven. Hallo! Ik heb alleen de sleutel voor beneden, want die van boven... Ja, we gaan jullie. Daar ben ik weer! Oh, daar wil ik niet naast staan. Oh. Ah. Ik kijk zo. Oh mijn god! Zo, kijk, ik heb een kerstboom. En die is op de gang. Zo leuk, hebben jullie dat gedaan? Wat is die bruin, jongens? En daar ook de kerstsok. Kijk, hoe gezellig! Nou, en een bloemetje. Maar hoe werkt dit nou? Hoe kan je dan aanzetten? Het is hier winter, hoor. Ja, ik weet het. Ik weet het. En deze. Nou, en hier ook kerst. Oh, dat kan niet. Hoe leuk. Gezellig. Nou, dit vind ik leuk. Dat is nog een leuk thuiskomen. Jij zei... Als ik thuis kom, lijkt me leuk als er een kerstboom staat. Ja? Ja. Nou, maar hij is perfect. Maar hoe... Oh mijn god, de eerste kerstboom valt al. Nou, wat grappig, maar hebben jullie die helemaal gekocht? Of hadden jullie die nog ergens staan? Gekocht? Oh, niet waar. Echt waar? Ik heb geen kerstboom. Oh, dat vind ik echt super lief. Oh, kom hier. Hey, hoe is die? Ja, goed. Hoe was de vlucht? Ja, goed. Echt een goede vlucht. Ja. En daar ik heb lekker gedoucht in mijn eigen douche. En omdat we helemaal in de kerstsfeer zitten met mijn kerstboom die ik heb gekregen van mijn opa en oma. Superleuk. Dachten we. Dus hoe leuk is het om nu eventjes iets kerstig te gaan eten. Dus we hebben besloten om te gaan kaasvonduren. Dus we gaan even naar de winkel om een kaasvonduur te halen. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. We hebben kaasvonduur met krappersje, brood, rode paprika, komkommer, nacho, tomaat en gele paprika. Lekker! Jammer dat je flikker outfit aan hebt nu. Jongen, jammer. En deze constructie is echt goed bedacht. Gewoon een pannetje, twee oxynelichtjes en deze heb ik gewoon van mijn... Ja, hoe doet het ook alweer? En dan ben je ineens weer thuis in het koude Hollandse Holland. En ja, ik ben wel blij dat ik weer thuis ben. Tenminste, ik ben nu niet thuis, ik ben nu bij Laar thuis. Ik vind het wel weer fijn om lekker thuis te zijn. Lekker mijn eigen spulletjes weer om me heen. En vannacht lekker in mijn eigen bed geslapen. Het is niet echt een ramp om weer thuis te zijn. En wat ook wel fijn is, is dat de feestdagen voor de deur staan. Dat vind ik altijd super leuk en gezellig. Dus dat is iets waar ik graag naar uitkijk. En ja, ik denk als je zeg maar in januari of februari zal thuiskomen van zo'n reis. Dan ja, is het echt een beetje saai en weet je niet precies wat je moet doen. Maar ik vind het wel leuk. Kerst, oud en nieuw. Ik heb er best wel zin in. Dus ja, ik ben wel blij dat ik weer thuis ben. En ja, vreemd ook wel. Aan de ene kant vind ik mijn reis de afgelopen 2 maanden best wel snel gegaan. Aan de andere kant ook weer niet. Want als ik denk aan het moment toen ik wegging, dat voelt nog best wel kort geleden. Maar als ik denk aan de tijd dat ik in Thailand was, dat voelt dan wel weer... als lang geleden of zo. Maar goed, zoals ik al zei, alles komt een einde, zo ook aan deze reis. Ik ben weer blij dat ik in Nederland ben. En ja, dit is denk ik wel de allerlaatste reisvlog, want ik ben niet meer op reis natuurlijk. Ik denk niet dat ik de komende tijd dagelijkse vlogs ga plaatsen, maar gewoon weer leuke, gezellige wekelijks video's. Er staan van de week al wat leuke dingen gepland die ik ga filmen, dus die zullen voor jullie wel volgende week ergens online komen. Ik hoop dat jullie het leuk en gezellig vonden om de afgelopen 2 maanden naar mijn reisvlogs te kijken.
Soms was het wel een beetje pittig natuurlijk. Met ja, dagelijks vloggen, het is niet niks. Echt waar, alle respect voor alle YouTubers. Ook vooral nu iedereen zeg maar vlogmas aan het doen is. Dat is nog heftiger. Maar echt dikke respect voor mensen die elke dag vloggen. Het is best wel heftig. Ik heb echt nu al zin om mijn volgende reis te gaan boeken. Maar eerst eventjes kerst vieren en oud en nieuw. En dan ga ik wel weer verder kijken. En dan ben ik eigenlijk heel erg benieuwd naar... Wat is jullie favoriete vlog geweest van mij de afgelopen periode? Ben ik heel erg benieuwd naar. Ik denk dat die van mij... de vlog is samen met Sophie. Dat we ja, die kakkerlakken treffen in de badkamer. En die hagedissen in de slaapkamer. Maar die vlog dat we samen op de scooter gingen. Dat we er modder gingen rijden. Is ook wel heel erg leuk. Moeilijk. En de vlogs op de Whits and Days. Met al die vissen. Ja, die vond ik ook echt te gek. Dus ik kan niet echt... kiezen. Maar als ik zou moeten kiezen, ja, dan denk ik toch dat ik voor de vlog ga met de kakkelak. Die is echt hysterisch. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie reactie, naar wat jullie is bijgebleven en ja, wat jullie favoriete vlog is. Laat het vooral hieronder in de reacties weten, hieronder in de video. Vind ik echt heel leuk om te lezen. Voor nu wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog, naar deze video en natuurlijk ook naar alle andere, ja, video's die ik heb gemaakt de afgelopen periode. Maar het voelt een beetje alsof ik nu geen video's meer ga maken, want dat is niet meer het geval. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze vlog. Mocht je deze video weer gezellig vinden, druk dan op dat duimpje omhoog. En vergeet ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal, als je dat nog niet gedaan hebt. Als je wil, kan je me ook volgen op Snapchat en op Instagram. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe video. Doei!